Hallo jongens en meisjes, welkom terug bij een goed nieuwe LEGO review. Vandaag zal ik set 75086, de LEGO Battle Droid Troop Carrier, reviewen. Het heeft 15 mannetjes. Het is voor leeftijden 8 tot 14. Het kost ongeveer 30 à 40 euro in 2015. Dus laten we als eerst kijken naar de mannetjes. Het eerste mannetje is een Gungan Warrior. Hij heeft niet echt een specifieke naam, maar ja, hij noemt Gungan Warrior. Hij gebruikt een soort van stok en ook een soort van schild. Dezelfde dat de Jar Jar Binks gebruikt in de AAT-set, dat ik een paar dagen geleden heb gereviewd. En voor de rest gebruikt hij eigenlijk een soort van zandkleurige broek. Hij heeft ook nog zulke bruine handschoenen hier. Hij heeft een soort van riemachtig iets daar, een soort van jas. En hij gebruikt ook het speciale Gungan hoofd. Van bij alle Gungans die gemaakt zijn in Lego. Hier heb je nog de detail. Met zo'n soort van vlekken of zoiets. Dat is wel heel cool gedaan. Hier heb je zijn ogen. Met een soort van bruine muts of een bruine haam of zoiets. En hier heb je ook nog zijn mond. En zijn neus. Er is ook nog zijn backprinting. Heeft een soort van touw of zoiets. En dan zie je ook nog bruine kleren of zoiets. Dat is alles voor dit mannetje. Laten we nu doorgaan naar de Battle Droids. Je krijgt twee exact dezelfde Pilot Battle Droids. Ik heb deze ook al getoond in de AAT. Maar je ziet hier een soort van zandkleurige lijnen hier op zijn soort van torso. Hier heb je ook nog zijn armen. En ook nog zijn benen en ook nog zijn hoofd. En deze heeft exact dezelfde. Jongens en meisjes, laten we doorgaan naar de volgende mannetjes. Je krijgt niet 1, je krijgt ook niet 2, je krijgt er ook niet 3, je krijgt er ook niet 4. Je krijgt 12 Battle Droids in deze set. Zoals ik zei, het zijn 12 identiek dezelfde battle droids. Dus je ziet, bij elke droid heb je een arm om een blaster vast te houden. En dat is eigenlijk alles, want ja, iedereen kent waarschijnlijk wel deze normale standaard battle droids. Laten we nu kijken naar de battle droid troop carrier. Hier hebben we de battle droid troop carrier. Je hebt plaats om alle 12 de battle droids hier te plaatsen en alle 2 de pilot battle droids hier. Laten we als eerste beginnen hier. Je hebt een soort van licht hier. Je hebt hier plaats, zoals ik zei, om de 2 pilot battle droids te plaatsen. Je kan het ervan doen. Dus als je bijvoorbeeld dit ding wilt achterlaten op de battlefield. En bezig met je pilot battle droids naar ergens wilt gaan. Dan kan dat. Hier zie je ook nog de 2 pilot battle droids. De eerste houdt zich vast hier aan dit dingetje. En de andere staat hier gewoon een beetje achter hem. Dus ja. Dus hier kan je battle droids plaatsen en je hebt hier ook nog plaats om je battle droids wapens te geven. De kanten zijn afgewerkt met deze slopes hier aan de kanten en ook nog hier. En hier heb je ook nog zulke 5 schoteltjes naast elkaar met daar eigenlijk een stut of een munt op. Hetzelfde geldt ook voor de andere kant. Het is hier ook afgewerkt met de slopes en hier ook. En hier is gewoon hetzelfde met de schotels en de stut / munt. Je kan ook alle 2 deze plaatjes eruit halen om je battle droids er makkelijker aan te doen. Om de wapens eruit te halen, moet je hier gewoon aan duwen, hier van boven. En boom, de wapens zijn eruit. Hetzelfde gaat ook hier, dus je moet gewoon dit doen en hopla. Onder de battle droid troop carrier heb je hier ook nog dit. Je hebt hier een soort van wieltjes dat je kan draaien. Dus hopla, hier heb je er 1, hier heb je er 1, hier heb je er 1 en hier heb je er 1 om dan gewoon de tank te laten rijden. Ik heb ook nog de instructies en de doos, maar laten we eerst naar de instructies hier kijken. Hier zie je de stukken en hier zie je alle mannetjes dat in deze reeks komen. En de volgende pagina heb je eigenlijk ook alle sets van deze reeks. Dus als ik even dit toon, voilà. Dus hier zie je alle sets. Ik heb daar de AAT, de Wookie Gunship en dan heb je ook nog deze set. Nog alle andere battle packs hier en andere dingen. Dus hier heb je ook nog Rebels, As Seen on Rebels. En de volgende, laatste 2 pagina's heb je hier een advertentie voor de Lego Club. Free, gratuit. En hier heb je ook nog Max. En dan heb je hier ook nog joinlego.com/StarWars. En dan heb je code. Hier is de doos, je hebt 8 tot 14, het set nummer 75086. Battle Droid Troop Carrier, hier heb je alle mannetjes. En hier heb je eigenlijk ook nog de set Lego Star Wars met de Rebels logo. Als ik dat even omdraai. Oh wacht, boven heb je hier ook nog alle mannetjes. Dus ja, als ik dat omdraai. Voilà, heb je eigenlijk ook alle play features. Dus je hebt daar nog een foto met de 3 droids en de Gungan. Heb je de Gungan met de schild, een soort van stok. Heb je dat hij dat hooit. Hij wordt geëlektrocuteerd. En ja, hier kan je de soort van droids uit de troop carrier gaan.
Je hebt dat ding kan naar voren, de wapens kunnen eruit. En dan dat kan er ook nog van. Wat vind ik van deze set? 30 à 40 euro valt wel mee. Je krijgt wel 15 mannetjes. En ik denk dat deze set goed is voor army builders. Jongens en meisjes, hopelijk hebben jullie genoten van deze review. Geef een like, abonneer hier beneden en klik op het belletje dat je nooit een video mist of vergeet. En dan zie ik hem later in dikke, vette doei.